Kluivert, ja! Kluivert, Edo! De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik! Wat een sfeer in de Johan Cruijff Arena. Ajax vernedert Olympique Lyon. Een wedstrijd zoals je hem zelden ziet. Je moet luisteren! Je moet gewoon doen! Sommige podcastluisteraars willen dit begin nog een keer horen. Maar dan moet je hem eigenlijk even terugspoelen of zo. Dat kan toch? Dit is hem dan weer. De podcast over de mooiste club van de wereld. Van en door Ajaxide. Iedere twee weken op je favoriete podcastplatform. We staan hier opnieuw onder de rook van de Johan Cruijff Arena. In een mooie witte wereld. Omstandigheden waarin er niet of moeilijk kan worden gevoetbald. Iets met code rood. Wit. Nou, de afgelopen dagen was het sowieso code rood bij Ajax. Wat gebeurde er allemaal? Eerst naar de dame die het hoofd altijd koel houdt. Zo nodig onder het vriespunt. Maar wel met een warme Ajax-hart. Dit is Amber Roners. Ja, goeiedag Daniel. Ja, inderdaad. Een rood-witte periode. Code rood. Ik vind dat je het mooi omschreven hebt. Wat een onwijs gekke week. Dan wordt er een keer niet gevoetbald. En dan moet je nog heel veel moeite doen om al het nieuws bij te houden. Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Maar we maken een mooie podcast vandaag. Want we hebben een bijzondere gast. Ja. Dat is een geliefde oud-keeper van Ajax, waar een boek over is geschreven. Daar gaan we het ook over hebben. Dat boek komt begin april uit. Is door onze eigen Ajax Live collega Mike van Damme in elkaar gezet. Dat heeft hij heel mooi gedaan. Tenminste, ik mocht er al een klein stukje in bladeren. Stanley Menzo hebben we zometeen aan de lijn vanaf de Nederlandse Antillen, waar het natuurlijk altijd goed leven is. In de jaren 80 en 90 heeft hij onder de lat gestaan bij Ajax. Nou, alles over keepers, want daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. Wat een week hebben we achter de rug. Allereerst Ajax-Utrecht. Ging niet door. Wat vind je daarvan? Begrijpelijk. Ja, tuurlijk, jammer. Je wil dat er gevoetbald wordt. Maar we hebben allemaal gezien hoe erg het weer was. En ja, dan kun je zeggen, Utrecht, 20 minuutjes als je een beetje goed gas geeft. Maar dan moeten uiteindelijk, las ik, volgens mij bij onszelf op de website, 350 mensen naar het stadion komen. Dus het gaat niet alleen enkel om de spelers en een hotelovernachting. Je hebt het over journalisten, je hebt het over EHBO'ers, je hebt het toch over agenten die in de buurt moeten zijn. Dus dat is met het weer wat het nu is. Ja, is het gewoon niet anders. Dus ik vond het een goede beslissing. Oké, inhalen derde week april. Dan komt hij opnieuw op de kalender. Ajax Utrecht. En natuurlijk hoor je er alles over hier in de podcast. We gaan natuurlijk ook over het bekerduel hebben tegen Ajax PSV. Ja. Die gaat wel door. Dat is morgenavond al. Ja, lekker. Volgens mij aftrap om 9:00 hier in de Johan Cruijff Arena. Ja, maar eerst even naar het, je kan toch wel zeggen, gedoe van de afgelopen dagen. Zullen we met André Onana beginnen? Ja, zullen we daarmee beginnen. En laten we dan luisteren naar onze algemeen directeur Edwin van der Sar over de straf die is opgelegd. Een jaar niet voetballen en een jaar niet trainen. Hoe sterk staan jullie, denk je, in deze zaak, Onana en Ajax? Nou, ik denk al wat jij net al zei met de UEFA, dat het niet intentional is. En dat is in ons ogen het allerbelangrijkste. En op die manier zullen we dat met name bij de kas goed neer moeten leggen. Dat hebben we al afgelopen weken al gedaan. En dat zullen we dan gewoon nog een keer moeten doen. Hij heeft over de kas, dat is de arbitragecommissie internationaal. Waar je dus kan aankaarten dat je die schorsing aanvecht. Dat gaat Ajax ook doen samen met André Onana. Hij denkt dat niet kansloos is. Hoe kijk jij er eigenlijk naar? Ja, ik kijk daar iets anders naar. Ook omdat ik ook het wielrennen heel erg volg. En daar gebeuren dit soort zaken aan de lopende band. Ik moet heel eerlijk zeggen, zoals ik het nu begrepen heb van alle mensen die daar wat meer verstand van hebben dan ik. Die hebben gewoon zoiets van, ja, maar dit is al een hele lage straf. Je kon maximaal 4 jaar krijgen. Een jaar is gewoon het minimale wat je krijgt als je verboden middelen in je bloed hebt zitten. Of in je urine. Dus ja, het gaat om het middel furosemide. Los nog van het feit of ik hem geloof. Maar dit is de straf die opgelegd wordt. En ik acht het vrij kansloos. Want ze willen ook gewoon een precedent scheppen. Ja. Dus jij denkt dat we al gematst zijn eigenlijk? Dus dat er niet nog iets uitrolt van, nou ja, weet je, dan verlagen we hem nog iets? Nou, ik denk dat we inderdaad, wat ik ergens las, is dat als je het op, onopzettelijk doet, dat 2 jaar al een beetje de richtlijn is om het echt te verlagen. En dat hij hopelijk vanaf de zomer, ja, ik hoop het van harte, want ik vind het vooral een persoonlijk drama voor hem. Mm-hmm. Maar ja, ergens als topsporter ben je ook verantwoordelijk voor wat je doet. En dit is gewoon eigenlijk een beginnersfout. Je slikt gewoon geen medicijnen zonder dat je dat door de arts hebt laten controleren. Ja. Zelfs niet voor een beetje hoofdpijn. Nee, wat dat betreft heeft het ook wel iets amateuristisch. Ik hoorde namelijk
Marco van Basten en Ruud Gullit hoorde ik vertellen dat zij 30 jaar geleden bij AC Milan, toen ze dus daar voetbalden, dat ze niets mochten innemen thuis aan medicijnen, zonder dat de clubarts, die dus 24/7 beschikbaar was voor alle spelers van Milaan, ook alle reserves, die clubarts moest gewoon gebeld worden op het moment dat je alleen al een aspirintje wilde innemen. Want dan kwam je of naar je huis toe, of je moest op de club alle supplementen en alle medicijnen innemen. Er was geen sprake van dat je dat in je eigen privéomgeving deed. Dus toen dacht ik, ja, dat is 30 jaar geleden. Ja. Dus kan je nagaan hoe lang dat eigenlijk al een regel is bij grote clubs. Want ik neem aan dat bij Milaan en bij andere Europese clubs het geval is. En waarom dan niet bij ons? Ja, dat geen idee. Ik denk dat het ook zo is. Hè. Dat kan gewoon nog steeds een onopzettelijk, dat hij het per ongeluk echt gedaan heeft. Ja, maar dat geloof ik ook wel. Ja. Ik denk niet dat hij dat expres heeft gedaan. Nee, maar ik ga ervan uit dat het bij Ajax ook zo gebeurt. En dan is dit een persoonlijke fout. Wat ik nog wel interessant vind, is dat gisteravond of van het weekend bij Studio Voetbal ook hadden ze het gesprek nogmaals met de heer Ram van de dopingautoriteit hier in Nederland. Vond ik ingewikkeld, want die man, dat is natuurlijk zijn werk om zondaars op te zoeken. Maar wat ik daar wel interessant aan vond, is dat de controle, ook door corona, is ongeveer 60 keer in het afgelopen half jaar gebeurd. Dat er eigenlijk niet gevoetbald wordt. En het is een out-of-competition controle. Dus je moet ook nog wel bijna gewoon geluk hebben als dopingcontroleur, dat je dan net iets vindt op het moment dat je bij iemand voor de deur staat en aanbelt. Mm-hmm. Ik wil niet in complottheorieën denken, maar ik denk, ja, het is gewoon een lullig. Ja, wat lullige samenvalling van allerlei oorzaken. En ja. Het is gewoon doodzonde voor ons als supporter. Maar ik gun Onana ook echt het allerbeste. En hij mag ook niet eens trainen. Nee, maar dat vind ik ook iets. Waarom is dat eigenlijk? Want dan duurt zo'n schorsing eigenlijk nog langer. Want voordat je dan weer op je niveau bent dat je kan meedoen, komen er misschien nog wel 3-4 maanden bij. Hè, voordat je weer echt topfit bent bij de club waar je speelt. En zeker in het geval van Ajax. Omdat we natuurlijk op enig niveau voetballen nog steeds. Van der Sar zei het heel duidelijk. Er is ook wel door de UEFA toegegeven dat het niet met opzet is gebeurd. En dat ze daarom misschien, wat jij zegt, een jaar straf hebben opgelegd en niet de gebruikelijke strafmaat die hiervoor geldt. Goed, dan gaan we naar het volgende geval. Zullen we dat meteen meenemen, Haller? Of wil je eerst Brian Brobbey doen? Ja, nou ja, dat is misschien, kijk, bij André Onana denk ik nog, we hebben een persoonlijke fout. Maar bij Brian Brobbey is toch iets wat heel lang gespeeld heeft. Wij hebben het er ook vorige keer al even over gehad. Joh, als die jongen niet wil tekenen, dan loopt hij straks transfervrij de deur uit. Maar hij zei in oktober zelf natuurlijk nog tegenover de camera's van Fox Sports, na Ajax Fortuna Sittard, dat hij gescoord had, zei hij het volgende. Ja, want je bent ook nog bezig over je contract. Ja. Hoe gaat dat tot nu toe? Hoe staat het ervoor? Gaat goed, hè. Ik wil natuurlijk bij Ajax blijven, dus het komt allemaal goed. Ja, en daar had je daar dit echt voor nodig, voor je gevoel? Of was je sowieso al dicht bij een handtekening? Nee, ik ben sowieso dicht bij een handtekening, dus dit had ik niet nodig ervoor. Nee, je was niet om je heen aan het kijken dat je dacht van, die Traoré, die krijgt nu de kans, die maakt er even 5? Oh nee, zeker niet, hoor. Zeker niet. Ja. Wat gaat hier mis? Nou ja, dit hoor je natuurlijk wel vaker. Ik kan me nog herinneren dat Wesley Sneijder zei dat hij zou blijven bij Ajax. De dag daarna was hij weg. Dus dit gebeurt in het voetbal. Ik vind het ontzettend jammer. Ik hoorde ook, Juri Mulder onthulde dat Ajax hem 1 miljoen euro aan salaris heeft aangeboden. En dat hij toch niet heeft getekend. Ja, wat daarvan waar is, dat weten we natuurlijk niet. Dat zullen we ook nooit weten. Maar de vraag is of hij nu die weggaat. Hij staat in belangstelling van Leipzig. De Bundesliga is volgens mij een optie, hoorde ik ook. Maar dan ga je eigenlijk naar een hele grote andere Europese club, waar het spelen op niveau of echt in de basis komen misschien nog wel veel minder kans heeft dan bij Ajax. Ja, dan ga je, neem ik aan, gewoon in het tweede of in het jeugdteam spelen. Ja, of je komt bij Leipzig bij de amateurs, dan ben je nog verder van huis. Ja. Dat kan zo gebeuren, hè? Nou ja, zeker. En ik vrees ook wel. Ik denk van ja, maar wat nu had je hier kunnen. Ja, weet je, je zit er zo dicht tegenaan. Je bent net 18. Weet je, waarom wacht je niet op die kans? Want je zat al zo dicht bij het eerste. En dat vertrouwen hebben ze natuurlijk ook al gegeven. Hij speelde tegen Atalanta. Ja. Ik bedoel, ja. Hij is 5 keer ingevallen in totaal, heb ik even opgezocht. Ja. Dus het gevoel van dat hij derde spits was. En dat hij, hij wilde weg om te spelen. Ja. En hij heeft zijn gevoel gevolgd. Nou kun je afvragen of iemand van 19 jaar,
of die zijn gevoel moet volgen, of dat er dan een zaakwaarnemer of iemand om hem heen moet zijn die de lange termijn in de gaten houdt en tegen hem zegt, volg maar even niet je gevoel, denk zakelijk en blijf bij Ajax, want hier heb je echt de meeste kans om te spelen. Ja, maar ik heb ook beelden en interviews gezien van een Davy Klaassen die tijdens de persconferentie zei na de wedstrijd van ja, weet je, wij hebben tegen hem gezegd, blijf. Ja, tuurlijk moet je tekenen. Er zal een reden voor hem zijn en ik hoop voor hem dat het goed uitpakt. Ik kon zo snel niet echt een voorbeeld bedenken dat ik dacht, ja, bij diegene is het gelukt om nog niet eens een jaar of een seizoen in het eerste gespeeld te hebben. Die is daarna in het buitenland doorgebroken. Andersom moet je het ook zo zien. Ajax doet mee met de grote jongens in Europa, want dit is wat Ajax doet. Zij halen vaak ook jonge spelers uit andere competities om hier de jeugdopleiding af te maken en door te stromen in het eerste. Dus we horen er nu bij, want ook bij ons worden de jongeren weggekaapt voordat ze überhaupt een basisplaats hebben. Ja. Hoewel het wel zo is dat hij nu zelf weggaat natuurlijk. Hij wordt nog niet echt weggekaapt, of wel? Ja, als ik zijn zaakwaarnemer Raiola mag geloven, is er... Geloven we altijd, hè? Die geloof ik wel. Ja, zeker. Ja, ik bedoel, je moet iemand geloven in deze wereld. Laat het die zei, Raiola ik doe zo. Ananas op je pizza en dan zat het er ook altijd op. Heerlijk. Oh, graag de honger van. Zo is het. Ja, Italië. Misschien gaat hij wel naar Italië. Ja. Ik vind het doodzonde. Ik weet niet hoe dit precies... Dat is bij elk gezin, bij elke speler anders. Wie is zijn omgeving? Wie bepaalt? Wie helpt hem? Dat zei ik net. Weet je. Ja. Ik vind dat anderen dat voor zo'n jongen van 19 in de gaten moet houden. Want een 19-jarige speler moet volgens mij als prioriteit hebben dat hij veel speelt. En dat komt misschien, heeft hij bij Ajax daar misschien wel meer kansen op dan wat hij nu gaat doen. Maar goed, dan gaan we gewoon volgen. Ja, Bobby is weg en dan gaan we naar Sebastian Haller. Die kwam. Sorry, Robbie is natuurlijk nog niet weg. Hè? We mogen hem tot het einde van het seizoen nog inzetten. Dus laten we hopen dat hij nog met een goed afscheid en veel doelpunten... Dat is waar. Daar heb je gelijk in. Maar hij is wel weg. Op papier is hij weg. Op papier is hij weg. Sebastian Haller, daar gaan we dan naartoe. Die kwam. Maar die mag dan weer niet meedoen tegen de komende Europa League duels tegen Lille. Ja, sorry. Ik moet er maar om lachen, want anders ga ik hier staan huilen. Maar ik vind het echt afschuwelijk, hoor. Ik vind het... Ja, maar het is toch... Ongelooflijk. En het gaat niet om dat vinkje. Wat ik vooral heel vervelend vind, is dat er in mijn ogen vrij nonchalant wordt overgedaan in alle gesprekken. Met Erik ten Hag, met Van der Sar. Alsof het, ja, een vinkje. Nonchalant? Vond je het nonchalant? Ja. Ja, een foutje, een menselijke fout. Ja, maar dat is natuurlijk ook zo in de basis. Nou, nee, er zijn dus mensen die hebben dat een beetje uitgezocht. En ja. Onder andere Arno Vermeulen ook vanuit de NOS hebben ze daar goed naar gekeken. Er schijnt toch wel over minimaal 5 schijven bij een topclub te gaan dat zo'n lijst wordt ingediend. Oh. Dus het is niet even één menselijke fout. Er zijn mensen. Er hebben meerdere mensen naar gekeken tot in de hoogste boom aan toe. Dus... Ik kan me er op zich nog wel iets bij voorstellen. Dat zal iedereen wel hebben die werk doet waar meerdere bureaus wat passeert. Als dat standaard handelingen zijn, het opgeven van zo'n spelersgroep voor een Europese wedstrijd kan daar misschien wel onder vallen. Dan denk je, nou, dat heeft Amber al gedaan. Dus hoef ik niet echt naar te kijken. Ik druk gewoon op cent en dan kan het verder. Ja, maar jij vertrouwt mijn verleden. Ja, nou, maar dat zal bij Ajax ook wel zo zijn. Aan de andere kant, weet je, ik vind echt in deze tijd, het is 2021, iedereen weet dat Sebastian Haller voor Ajax speelt. Al een paar weken ook. Hè? Ja. Dus dat is overal bekend. In de hele wereld, kun je wel zeggen. Dan vind ik dat zo'n vinkje er niet toe doet. Op dat moment, weet je. Daar kan je dus van zeggen van nou, dat is een administratieve fout. Geef Ajax een boete van een paar miljoen. Hè, dat ze dat niet hadden moeten doen. En laat die jongen gewoon meedoen. Want nu dupeer je die speler heel erg, vind ik. En natuurlijk ook de club. En ook het sportieve deel van het voetbal. En daar begrijp ik helemaal niks van. Dat om zo'n vinkje gaat. Vind ik echt niet meer van deze tijd. Nee, en ook wat jij zegt, hè, dat hij gewoon al... hij heeft gespeeld sinds hij hier is. Ja. Dus je kan ook niet zeggen, ja, maar we hebben hem voor de bank gehaald... of hij moet nog even wennen. Nee, het is zo duidelijk dat dat vergeten is. Dit is gewoon de spits van Ajax. Precies. Ja, nee, dat ben ik met je eens. Dus waar moeten we bellen? Nou, dat moet dus naar de kas. Dit. Ja, dat moet naar de kas. Ja, maar ik zou je even uit de droom helpen van alles wat er bij het kas gebeurt. Het is niet dat het daar nou niet bureaucratisch is. Dus dan zitten we in de Europa League 2023 voordat er een uitspraak over komt. Ontzettend trots op onze medesupporters die weer hebben meegesproken over wat er rond Ajax gebeurt in de Babbelbox. We hadden natuurlijk een aantal dingen kunnen voorleggen. Als je dit nu voor het eerst hoort en je denkt, nou, ik wil ook een keer meepraten, kijk op ajaxlive.nl of word lid van de supportersvereniging. Dan krijg je sowieso de nieuwe Ajax Live met een ultieme held op de cover. Ik zie hem hier liggen. Jari Liedmanen is echt prachtig gedaan, want hij staat er wel 10.000 keer op, volgens mij. Het is echt heel mooi gemaakt. Maar ben je geen lid van de supportersvereniging?
heb je geen idee. En dan mis je dat allemaal. Ben je wel lid en wil mee praten in de Babbelbox? Kijk dus op iClive.nl. Zometeen gaan we er naartoe. Maar jij vertelt eerst even waar het over ging deze keer. Ja, want het was natuurlijk de vraag. Hoe kijk je naar het mogelijke vertrek van Promes? En het mogelijke is heel duidelijk. En de komst van Idrissi. En heeft de club goede zaken gedaan? Er was een poll op Ajax Live op Twitter. Een simpele vraag. Idrissi of Promes? 71% zei Idrissi. 24% ik zag liever Kamal Deen. Ik moet zijn naam nog leren uitspreken. Maar die komt uit Denemarken, waar ook Kudus vandaan komt. Op 5% zei Promes. Dus de mensen zijn al gewend aan het vertrek van Promes. Ja, blijkbaar ja. En nog niet aan... En Idrissi welkomen ze met open armen. Dat was natuurlijk ook nog even een van de fuck-ups van de afgelopen week. Dat Promes, dat Spartak toch bedenkingen heeft. Gaat hij wel of gaat hij niet? Wat denk jij? Nou ja, kijk, dat is toch ook weer een opvallend iets rond ons club. Wat zullen die Russen nou hebben gedacht? Want ik neem aan dat Promes naar Spartak wilde. En dat Spartak ook wilde dat Promes kwam. Maar ze hebben het niet rondgemaakt. Nee. En ze hebben in Rusland volgens mij nog even de tijd, toch? Want daar is de transferwindow nog open. Tot 25 februari. Zouden die Russen nou hebben gedacht, we wachten tot er een vervanger is en dan gaan we voor de korting? Want ja, er speelt natuurlijk wel wat rond Quincy Promes. Hij is natuurlijk betrokken geraakt bij een incident waarvan nog niet vaststaat wat hij er wel of niet mee te maken heeft. Maar dat hij er was, dat staat als een paal boven water. Er kan dus een strafzaak komen. Het kan ook zijn dat die Russen, want daar gooien ze het nu ook op, wij zijn niet gerust op de goede afloop. Straks kopen we een speler die een strafzaak aan zijn broek heeft hangen. Er is geen uitwisseling met Rusland, hè, over dit soort incidenten, nee. Of dit soort zaken. Dus dat zou kunnen betekenen dat Promes nooit meer naar Nederland kan komen. Dus dan is ook zijn rol bij het Nederlands elftal uitgespeeld. Maar goed, dat zijn allemaal dingen die er dan bij komen. Ja, er is geen uitwisseling met Rusland. Hadden we het vorige podcast geloof ik ook wel even over. Maar onthoud goed, hè, zijn advocaat zegt ook, hij is vrij, Spong is zijn advocaat. Hij is vrij om te gaan en hij moet zich gewoon melden. Maar nu ook door corona gaan dit soort zaken ook online. Dus hij moet zich gewoon melden op het moment dat hij voor de rechter moet verschijnen. En dat gaat hij ook zeker doen. Ja. Dus dat... Maar ja, maar het gaat er natuurlijk om. En waar ik op doel is dat als het verkeerd afloopt. Ja. Als hij schuldig wordt bevonden. Of hij dus wel heeft gestoken met een mes. Dan gaat er iets anders gebeuren natuurlijk. Ja, als je dan in Rusland voetbalt, kom je het land niet meer in. Of je moet je straf uitzitten. Ja, en Spartak Moskou wil gewoon zekerheid. Dat zij geen speler gaan verliezen. En die willen daarvoor gecompenseerd worden financieel. Ja. Wat een ingewikkelde soap is het aan het worden hier. Maar bij deze ik denk club. Dus dat Promes gewoon weggaat. Want ik denk okay. Dat Ajax, want ze hadden al heel veel centjes afgedaan. Dus... mijn idee is dat Ajax ook wel van Quincy Promes af wil. Want ze willen dit incident gewoon niet bij de club hebben. Anders hadden ze dat bedrag ook niet zo gehalveerd bijna. Er gaat nog iets af en dan gaat hij. Ja. Daar ben ik wel van overtuigd eigenlijk. Ja, dus dan is het dus goed eigenlijk dat we Idrissi hebben gehaald. Zoals ook de mensen op de poll en gereageerd hebben. Nog een paar reacties ook van Twitter. Haie Stellingwerf zegt, we worden er zeker beter van. Idrissi was één van de uitblinkers bij AZ. Wel raar dat hij bij Sevilla geen basisplaats had. Maar kan verkeren. Kijk maar eens naar de loopbaan van Klaas-Jan Huntelaar. En nu een hashtag fenomeen. Ming Wen zegt, Promes was al lang niet meer van toegevoegde waarde. Maar Ten Hag hield zijn hand steeds boven zijn hoofd. Idrissi is zeker een versterking en kan eventueel ook op de teampositie waardevol zijn. Ja, nou, ja. We gaan het zien. Ja, we gaan naar ons panel, hè? Ja, want ons panel heeft daar natuurlijk een mening over. Laten we luisteren. Idrissi erin, Promes eruit. Ja, jammer. Promes is eigenlijk na het vertrek van Hakim nooit meer terug op zijn oude niveau gekomen. Wellicht is alle ellende in zijn privéleven daar een oorzaak van. En is het beter voor hem om Amsterdam en alle verleidingen daar even achter zich te laten? Ik weet het niet. En Idrissi, ja, welkom. Laat ons genieten van je spel. Je krijgt ongetwijfeld je kansen. Pak ze. Volgens mij een prima transfer. Op het moment dat een Promes weg wil, dan moet hij gewoon gaan. We zien aan Alvarez, Martinez, Brobby. We hebben gemotiveerde wisselspelers nodig. Met een drukke schema op 3 fronten actief. Dan moet je mensen willen hebben die keihard werken. Voor het moment dat ze de kans krijgen om dan de kans te pakken. Om samen als team succesvol te zijn. Dus ik denk dat Promes, prima dat hij gaat. En Idrissi, pak je kans. Persoonlijk denk ik dat het vertrek van Quincy enkel en alleen een privé kwestie is. En het op dit moment even niks met voetbal en vorm te maken heeft.
Want als het daarom ging, dan laat je een speler voor 6 miljoen minder niet zomaar vertrekken. Dus ja, wat kan ik ervan zeggen? Quincy, jongen, ik wens je heel veel succes in Moskou. Ik hoop dat je ellende in je privéleven achter je laat. En Osama, ja, er is maar één ding voor jou. Welkom bij de club. En ik hoop dat je mooie dingen aan ons gaat laten zien. Dat was hem, de Bubblebox. Er zaten een paar meningen bij die wij net ook al met elkaar bespraken. Dus wat dat betreft, dat zat het mooi, vind ik, bij de Ajax supporters. We zijn het ook wel vaak met elkaar eens. Ja. Over dingen. Of ja, iedereen heeft zo zijn eigen mening. Dat is ook wel mooi, toch? Ja, ik vind dat prachtig. En welkom bij de club. Ik vind dat mooi ook gewoon. Dat ze denken, omarm maar, kom maar hier. En wij gaan van je genieten. Moeten alle spelers steunen die voor Ajax uitkomen. Waar ze ook vandaan komen en wat ze ook doen. Dus Idrissi, van harte welkom bij Ajax. En dan, ja, de beker. De kwartfinale is morgenavond in de Johan Cruijff Arena. Dan gaan we tegen elkaar voetballen. Ajax en PSV. En ja, we gaan naar het zonnige eiland Aruba, volgens mij. Als ik het goed heb, hebben we daar contact met Stanley Menso. Stanley, goedemiddag. Ja, het is, ja, hier is het al avond, hoor. Wij zitten in een hele andere tijdzone en in de sneeuw. Ja. Maar jij... Ja, en jij hebt het daar volgens mij hartstikke mooi, of niet? Ja, life is good op Aruba, hoor je ze wel eens zeggen. En dat, dat kan jij onderstrepen, denk ik, of niet? Ja. We gaan het zo meteen hebben over de bekerwedstrijd tegen PSV, maar ook natuurlijk over jou. Want je zit nu op Aruba, maar je bent eigenlijk ook wel een flink deel over de wereld geweest. In Beijing ben je, in China heb je gewerkt als trainer. En natuurlijk ook nog in Cape Town. Daar was ook iets van dit klimaat, volgens mij. Ja, nou, Cape Town was natuurlijk ook een prachtige ervaring voor zowel mij als mijn familie. En daar had je het grootste gedeelte van het jaar had je ook een heerlijk klimaat in Kaapstad. Dus dat was ook wel heerlijk vertoeven daar. Je had daar ook wel wat winters weer. Maar het was meer regen en wat killetjes. Maar nee, geen kou zoals in Nederland op dit moment. Ja. Je wordt nu technisch manager van de Arubaanse Voetbalbond. Wanneer ga je beginnen eigenlijk? Ja, ik ben officieel aan het werk. Alleen we hadden wat besmettingen hier. Dus we hebben de hele week vanuit huis gewerkt. En ik ben vandaag weer voor het eerst op kantoor. Dus ja, ik ga kijken hoe het gaat. Ik heb veel gesprekken gehad met mensen die hier werken. En zo moet ik er heel langzaam in groeien. Ja. Wat ga je precies doen, Stanley, als technisch manager bij de Arubaanse Bond? De bond heeft een strategisch plan hebben ze gelanceerd of gemaakt, opgesteld. En onderdeel daarvan is het ontwikkelen van het voetbal op het eiland in zijn algeheel. Dus jeugdvoetbal, clubontwikkeling, het ontwikkelen van coaches. Daar hebben we 7 zeg maar, poten voor gecreëerd en... om dat te ontwikkelen moet er een soort van technisch apparaat, een technisch department moet er komen. Dat moet ik gaan samenstellen en dat moet ik gaan leiden om zo te helpen het voetbal op dit eiland te ontwikkelen. Ik ben zeer benieuwd, heb je zeker wel zin in of niet? Ja, nou ja, het is weer iets wat totaal anders. Of totaal anders, is wat anders vanuit een andere stoel eigenlijk. Dat je het voetbal gaat beleven. En dit lijkt me ook heel leuk en goed om dit mee te maken, dit te ervaren. Het is goed voor mijn eigen ontwikkeling als coach, maar misschien ook als technisch directeur is het gewoon goed. Ja, het is ongetwijfeld heel leerzaam ook. We gaan het zo meteen natuurlijk ook hebben over het boek dat over jou gaat uitkomen begin april. Menso, het gevecht onder de lat gaat het heten. Goeie titel ook, vind ik. Ja, Stanley, je was een geliefd keeper
Ajax 1 in de jaren 80 en 90. En daarna ben je naar PSV gegaan. 1993. Er komt een prachtig boek van je uit. Het gevecht onder de lat. Daar gaan we het natuurlijk zo meteen over hebben. Maar ik wilde toch met je naar een belangrijke wedstrijd. En die kun je je nog wel herinneren, denk ik. Want daar was je bij. Gruwelijk spannend was het. De UEFA Cup finale in het Olympisch Stadion. Ja, die ken ik wel, ja. Ja. Ik moet je even luisteren, Stanley, want dit wil ik je even laten horen. Een zinderende wedstrijd, qua spanning, boeiend. En zowel Ajax als Torino brengen een aanvaller in. Giorgio Venturin neemt zijn aanloop. Benedetti is mee voor, de lange stopper. Maar die krijgt geen kans. Moussi, oh, paal. Daar ontsnapt Ajax, zeg. Schot van Moussi van richting veranderd. Buiten bereik van Menzo. Op de paal. De opwinding grijpt iedereen hier in het Olympisch Stadion naar de keel. Jong. Alphen. Schrikt. Martin Vazquez. Moussi. Het zal toch niet gebeuren. Sordo. Op de laat. Mijn hemel. Daarboven hebben ze ook een rood-wit shirt aan. Nou Stanley, je hebt een fantastische wedstrijd gekiept. Maar kun je dit nog herinneren dat hij op de paal en op de lat ging eigenlijk? Ja, volgens mij in de eerste helft op de paal en in de tweede helft op de lat, vlak voor tijd. Ja, als ik daar aan terugdenk, word ik zwetend wakker. Ja. Dat zijn wel momenten die je nooit meer vergeet. Nee. Ja. En het werd in Turijn 2-2, hier in het Olympisch Stadion in Amsterdam 0-0. En, 0-0, ja. En aan het einde, dat kan ik me nog heel goed herinneren, had niks met jou te maken, maar bij de cornervlag, een beetje tegen blessuretijd aan, was die verschrikkelijke blessure van Stefan Pettersson, want die Italianen die gingen tekeer, joh. Ja, dat klopt, ja. Stefan, kijk, we waren Dennis al kwijt. Dat was een heel goed tandem, Dennis en Stefan. En ja, Dennis waren we al kwijt en je raakte ook nog Stefan kwijt, volgens mij. 10 minuten voor tijd of zoiets. Ja, ja. En we stonden behoorlijk onder druk. We konden het niet afmaken, we konden die goal maar niet maken. Ja, dan wordt het gewoon lastig, dat weet je. Maar we hebben hem toch erin gesleept. En ja, de ontlading was natuurlijk enorm. Ja. Ja. Is dit ook jouw mooiste herinnering aan jouw tijd bij Ajax? Of heb je een andere? Nee, dan zou ik al die andere momenten tekort doen. Ik heb zoveel mooie momenten bij Ajax gehad. En daarom is het, ben ik blij dat ik het boek geschreven heb. Of tenminste, ik geschreven heb, geïnterviewd ben en iemand anders heeft hem geschreven. Want je bent een heleboel vergeten. Ja? En nu komt alles weer terug. En dan zie je dat je gewoon zoveel mooie momenten bij Ajax hebt meegemaakt. Van dag 1 misschien tot de laatste dag. Ja, een heleboel vergeet je. Dat komt dan in zo'n interview voor zo'n boek komt het allemaal terug. Ja. Dus ik zou al die momenten tekort doen om dit moment te kiezen als het mooiste moment. Ja. Oké, okay, maar als teaser naar het boek wat uitkomt, geschreven door Mike van Damme, want die heeft daar met jou over gesproken. Kun je dan één moment met ons delen wat daar onder andere in terugkomt? Jezus, één moment. Ja, nou, dit is een moment dat erin terugkomt. God. Ja, Stanley, ik zal je een beetje helpen, want ik heb een stukje gelezen over de Champions League finale in Wenen. Want jij was daar. Ja, ik was uitgenodigd door een vriend van me. Die mij begeleidde in die periode. En die ging met zijn familie en met vrienden naar de Champions League finale. En hij vroeg, wil je mee? Ja, ik twijfelde en ik heb getwijfeld. En hij heeft me echt over moeten halen. Want ja, ik speelde altijd met de PSV. Ja. En ik was net recht bij Ajax. En ja, dan is het volgens mij 2 keer verloren van Ajax met PSV. Dan voelde het toch heel vreemd aan. Ik ben toch mee geweest, ja. En voel je ook een beetje opgelaten als je door in Wenen op een plein door supporters op de schouder wordt genomen. Dat was wel een hele vreemde ervaring, maar wel een mooie ervaring, ja. Ja, iedereen was, alle Ajax-supporters waren heel blij om jou daar te zien. Want dat betreft, ben je natuurlijk altijd gewoon een Ajax-ziet gebleven, hè? Ook toen je ergens anders voetbalde. Ja, dat doet me enorm goed. En ik heb het ook altijd, met heel mijn hart heb ik de kleuren van Ajax verdedigd en mijn best gedaan. En dat waarderen de mensen waarschijnlijk en de supporters. Ik was ook wel
uniek in mijn doen en laten. Hè, in kleding en manier van keeper natuurlijk. Wat extra mee bijdraagt aan je populariteit. Ja. Maar ja, daar ben ik heel blij om. Ja, je begint nu zelf over die kleuren. Dat is echt wel een soort handelsmerk van jou geweest en geworden toen in die tijd. Want daar zat echt wel een verhaal achter ook, hè? Achter de kleuren die jij droeg tijdens de wedstrijden. Ja, dat is een fanatiekeling, maar ik had een keeperscoach. Die was net zo fanatiek als ik was. En bezeten van het keepersvak. Dus we gingen op zoek naar hoe kunnen we ons verbeteren als keeper. Wat kunnen we doen om als keeper nog beter te worden? Om misschien zelfs spitsen af te schrikken. Dus we gingen in de kleuren. En ja, ik zelf ben een best wel ijdel. Dus ik vond mooie kleuren die mij stonden, vond ik gewoon goed, belangrijk. Dus naast het functionele vond ik het ook gewoon, ja, gewoon mooi staan bij mij. Ja. En het functionele, ja, dat is moeilijk te achterhalen. Maar dat het stond, dat was duidelijk. Ja, ja, er zijn een hoop kleurenfoto's bewaard gebleven, Stanley. Ja. 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 Heb je ook een favoriete kleur? Een favoriet kleur voor het shirt wat je toen had? Ja, het was toch wel geel, hoor. Dat vond ik wel. En geel in combinatie met blauw. Dat waren wel de kleuren, zeker in de beginjaren. En als je ouder wordt, word je wat rustiger. Dus ook qua kleuren. En dan komt het blauw een beetje om de hoek kijken. En een beetje groen, maar... de kleur geel, die vond ik mij wel staan. Ja. En altijd witte sokken, ja, dat was een beetje mijn kleur. Menso, het gevecht onder de lat. Het boek komt uit op 6 april. Dus ja. Alle Ajaxiden kunnen dan lezen wat de mooie verhalen zijn. Maar ik wil ook even met je naar de actualiteit. Je hebt natuurlijk het nieuws meegekregen over Ajax-keeper André Onana. Ja. Hoe kijk jij daarna, Stanley? Ja, verschrikkelijk. Voor die jongen is het lijkt me verschrikkelijk. Wat hij zegt van ja, het is een foutje. Tegenwoordig word je... Ik denk dat ik misschien zelf ook vroeger misschien iets heb ingeslikt wat misschien op de dopinglijst stond. Nu word je of match of game word je gecontroleerd. Dus ze kunnen zomaar binnenvallen en je wordt gecontroleerd. Maar het gevolg is natuurlijk voor een keeper die op dit moment op zijn top is, denk ik, en misschien nog meer kan bereiken. Ja, is dat funest? Komt het hard aan? En ik hoop voor hem dat hij hier goed uitkomt. Maar het lastig wordt echt hier ook een gevecht, maar niet onder de lat, maar ergens anders waarschijnlijk voor hem. Stanley, hij kan ook een jaar niet trainen, hè? In ieder geval niet met Ajax 1. Dat kun jij zeggen, denk ik, als echte ervaringsdeskundige. Wat moet André Onana doen om in conditie te blijven? Want een keeper is natuurlijk altijd al een eenling. Maar zou hij dat in het jaar kunnen bijhouden? Wat moet hij dan doen? Ja, dat wordt gewoon lastig. Ik kan er niet over meepraten, maar het wordt gewoon lastig. En als keeper, als teamspeler, want hij is een onderdeel van het team, heeft hij zijn team nodig om zichzelf te ontwikkelen, om scherp te blijven, om conditioneel pijl te blijven. Heeft hij dat nodig? Hij heeft bijvoorbeeld heel simpel schoten op doel nodig op dat niveau. En dat kan je niet gewoon met iemand anders gaan trainen. Daar heb je een elftal voor nodig. Waar je situaties krijgt die heel wedstrijd echt zijn. En dan heb je het alleen maar nog over trainen. En daar staan wedstrijdritme. Die ga je op een gegeven moment wel missen, ja. En hoe lang duurt het voordat je hier uitkomt? Dat is de vraag, maar... Hij zal er wel uitkomen. Weet je, het is heel complex en alles eromheen moet je meetellen. Wat betekent het voor hem als keeper in Europa, in de wereld? Is zijn naam nog hoog? Kan hij nog die transfer maken die hij dacht te maken over een jaar of over 2 jaar? Zo niet. Wat gebeurt er mentaal met zo iemand? Allemaal dingen die meespelen. En zoals ik hem zie, en zoals hij overkomt bij mij, is het een mentaal heel sterke persoonlijkheid. Dus ik hoop en ik ga ervan uit dat het er wel goed uitkomt. Maar hoe lang het zal duren, dat weet ik niet. Dat is iets wat hangt van een heleboel factoren af. Ja, duidelijk.
Was het in jouw tijd ook, want daar hebben wij het hier even over gehad voordat we met de Nederlandse Antillen gingen bellen. Was het ook zo dat spelers niet zomaar medicijnen mochten slikken buiten de club om? Want dat hoor je hier op de televisie een paar oud-spelers zeggen die bij Europese topclubs hebben gespeeld. Ja, wij moesten altijd de arts bellen als we iets gingen innemen, ook privé. Maar blijkbaar is dat bij Ajax niet zo. Ik gebruikte wel eens slaappilletjes als ik niet in slaap kon komen. En dat kreeg voorgeschreven van de clubarts. Dus dat was het. En ja, thuis nam ik ook wel eens een aspirintje in of iets anders in. Ik was niet zo van de medicijnen, maar ik heb heus wel eens een keer iets ingenomen waar misschien iets in had gezeten wat in die periode op de dopinglijst stond. Ik denk natuurlijk dat die dopinglijst in de jaren natuurlijk veel langer en groter is geworden dan in mijn tijd. Dus het is veel gevoeliger, het ligt veel gevoeliger op dit moment. En ja, daar is hij nu een beetje slachtoffer van geworden. Kun je je voorstellen dat er überhaupt een doping is, zeg maar, die als keeper waar je dat een keeper daar profijt van zou hebben? Want in dit geval gaat het om een plaspil, om het even zo te zeggen. Vocht afdrijven. Als jij gewoon op het niveau waar André Onana nu ook speelt en gewoon traint en fysiek fit is, zie jij een mogelijkheid waar doping iets zou kunnen toevoegen aan de prestaties van een keeper? Nou ja, ik denk, kijk, het is teamsport, hè? Dus je bent ook afhankelijk van andere sporters om je heen. Het enige waar wij, denk ik, of waar ik doping voor zou kunnen gebruiken, is om snel te herstellen. Maar om beter te gaan keepen, dat denk ik niet. Ik zou niet weten hoe ik beter zou gaan keepen met een pilletje. Dan had ik ze zeker ingenomen. Laten we vooral kijken naar wat er aankomt. Want namelijk voor de Ajaxide een bekerwedstrijd tegen PSV. En we mogen naar Lille afreizen. Hoe kijk jij er tegenaan? Want Onana is er niet bij. Moeten we Stekelenburg opstellen? Moet Ten Hag Scherpen opstellen? Hoe kijk je naar de keepers van Ajax op het moment? Ja, het is moeilijk van afstand natuurlijk om dat te bekijken. Kijk, ik denk dat alle keepers die bij Ajax spelen op dit moment, dat zijn goede keepers en keepers die Ajax waardig zijn. Anders hadden ze niet bij Ajax gezeten. Ik denk alleen wat belangrijk is, wie heeft het beste ritme, wie heeft het beste gevoel. En dat heeft Cruijff ooit bij mij gedaan. Hij keek hoe reageert het elftal op een keeper. Hoe vertrouwen ze die type? En daar zal het van afhangen. Stekelenburg is natuurlijk heel geroutineerd. Heeft alles al bijna meegemaakt. Scherp is heel getalenteerd. En dan heb je nog Kortaski. Ja, die ken ik niet zo goed, maar dat is ook een talent. Ja, je bent geneigd te kiezen voor Stekelenburg. Omdat die jongen heeft al zoveel meegemaakt. Is gewoon een goede topkeeper geweest. En misschien nog steeds, dat weet ik niet. Je bent geneigd voor hem te kiezen, maar het elftal, de coach, de keeperstrainer heeft daar ook een belangrijke stem in. En ja, als ik het zou mogen kiezen, dan zou ik kijken hoe is de omgeving, de hele entourage eromheen. Hoe reageert hij? Hoe reageren die op een keeper? En dan zou ik die keuze maken. Ja. Goed, dan tot slot nog even, Stanley, voordat je boek uitkomt. 6 april dus, het gevecht onder de lat. We gaan het allemaal lezen. Hoe kijk jij naar de bekerwedstrijd? Want die is morgenavond tegen PSV. Jij kent beide clubs. Je bent wat verder weg, maar wat denk jij? Ja, PSV toevallig heb ik ze tegen Twente zien spelen afgelopen zondag. Of zaterdag was het volgens mij, ja. En ze oogden wat frisser, ondanks dat Twente ook aardig meespeelde. Het blijft toch altijd een aparte wedstrijden. Ik vind Ajax in zijn geheel als team en ook individueel beter en verder. PSV kan het Ajax toch weer altijd lastig maken door een manier van spelen. Spelen van Ajax is herkenbaar. PSV kan daar behoorlijk op inspelen. Dus het wordt gewoon weer een hele vervelende, lastige wedstrijd. Nou, we kijken er naar uit. Ja. Ja, vervelend in de zin voor Ajax. Hè. Je moet weer heel scherp zijn. Dat je niet weer met 2-0 achterkomt. En dat je in de wedstrijd blijft. Maar ik zie Ajax wel weer doorkomen in de beker, als ik eerlijk ben. Oké.
Dankjewel, Stanley. Ik wens je namens Amber hier en iedereen bij Ajax, de sportsvereniging, een hele mooie tijd op Aruba. Heel veel succes. Dankjewel. En maak er wat moois van, hè? We gaan ons best doen. Oké. Dankjewel. Oké. En succes daar. Dankjewel. Dankjewel. Stanley Menzo was dat. Eindelijk weer eens een keer hem aan de telefoon. Leuk om hem weer te horen. Ja. En dat was mooi, want de actualiteit sluit er ook echt wel op aan. En we hadden het over Ajax PSV in de beker. We spelen niet heel vaak in de Nationale Beker tegen PSV. Dus morgenavond, dat is op zich bijzonder. Maar de allermooiste ontmoeting, Amber, toen was jij er toch al? Ja, joh, toen was ik er al lang. Hou eens op, zeg. Toen ging ik al bijna studeren. Ja, want we gaan terug naar mei 1998 in de Kuip. Moet je dit nog een keer horen? Voor de sterkste club in Nederland is dit nu natuurlijk de uitdaging. Het binnenhalen van de dubbel, dus ook de bekerfinale tegen PSV. En Babahida in de 24e minuut. Raak 1-0. Ajax op voorsprong. Laudrup uit een ooghoek. Liedmanen helemaal vrij. 38e minuut. 2-0. Daar is 3-0. Liedmanen krijgt het doelpunt op zijn naam. Maar verlaat ze. En dan ineens, ja. Fantastisch. 4-0. 77e minuut. En zo wordt PSV afgedroogd in deze wedstrijd. Het lijkt erop, op voetballes. 82e minuut. 5-0. Een duidelijk verschil in deze bekerfinale. Ajax viert weer feest. Dansen maar. En een smeltkroes van culturen. Dat is Ajax. Eén en dezelfde vreugde. Ajax is een club. Ja, prachtig om dit weer te horen, zeg. Zondag 17 mei 1998. Ajax PSV in Rotterdam. En die werd winnend afgesloten, dat hoorde je wel. Hè? 5-0. Ja, mooi. Het zal gebeuren, zeg. Ik teken ervoor, hoor. Ja, er zal weer niet iets rond... Zou ik je even helpen? Kom maar door. Wil je nog wat leuks weten? Ja, nou, we het toch over de beker hebben. Afgelopen week speelden de Ajax-vrouwen tegen Heerenveen voor de beker. En ze bekeren door, want ze wonnen met 1-2. En het mooie was dat Sherida Spitsen haar debuut maakte. Kelly Zeeman, die net verhuurd is aan Heerenveen, zij ontmoeten elkaar daar. En zondag 14 februari, op Valentijnsdag, spelen de Ajax-vrouwen in de competitie tegen PSV. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. En wat ik zelf echt heel bijzonder vond, is dat we ook de rentree hebben gezien van international Lisa van der Most, de verdediger van de Ajax-vrouwen. En die is een jaar met een ernstige knieblessure, heeft hij echt precies een jaar buiten de lijnen gestaan. Ze is ook international, dus ik vond het heel fijn om haar weer terug op het veld te zien. En hoe deed ze het? Ja, lekker. Ja, ik wil gewoon de hele uitstraling. Het is echt, ja, blij. Gewoon zo aan het begin van de lente, als de beesten weer naar buiten de weien huppelen. Zo zag het eruit. En het zal even onwennig zijn. Maar zij is terwijl het buiten min 10 is, mijn gevoelstemperatuur min 25. Maar Amber ziet weer de lente voor zich. Mooi. Ja. Goed. Had je verder nog nieuws daarover? Of dit is het zeker? Dit is het? Of ja. Nou, dan wil ik graag naar de kalender. Oh, de Ajax Live kalender. Ajax Live kalender, want daar is nog genoeg. Je kunt je nog aanmelden trouwens voor een prachtig jongensgare FIFA 21 toernooi. Maar dan moet je er wel heel snel bij zijn. En bij de jongens graag horen. Ja, dat sowieso natuurlijk. Maar we zitten wel al bijna vol. Het is bijna sluitingsdatum. Je weet het ook bij Ajax, is vol. Dus check dat als je mee wilt doen nog. En dat is in deze tijd misschien hartstikke leuk. En dan komt er ook weer een mooie Ajax Live pubquiz aan. Ja, want die is er één keer per maand. De komende editie is al vol helaas. Maar hou het vooral in de gaten. En wees dan gewoon als eerste erbij. Voor de volgende in maart alweer. Oh, deze is vol. Ja, deze is vol. Ja, op 22 februari. Maar er gaan wel heel veel leuke supporters natuurlijk weer lekker samen online quizzen. Ja, en dan ook het magazine had jij ook al genoemd, hè? Dat ligt weer op de mat. Mocht je hem nog niet doorgebladerd hebben, doe het vooral. Want je kunt ook gewoon dingen winnen. Een gesigneerd t-shirt van gesigneerd shirt natuurlijk. En ook zo'n prachtige, ken je die tekeningen van Piero? Ja. Ja, fantastisch. Van Liedmanen dus. Echt, die kan je dus ook winnen. Dus, oh, mooi.
lees ook vooral het prachtige magazine. En dan ja, dan zijn we aan het einde gekomen, denk ik, van deze podcast. Ja, ik zou wel, als je dan toch echt op de hoogte wilt blijven de komende dagen over alles wat er rond Ajax gebeurt, verwijs ik heel graag naar ajaxlive.nl. Betrouwbare en volledige informatie. Super belangrijk. En ja, we hebben natuurlijk ook nog Europese wedstrijd voor de deur. Ja, ik denk misschien moeten we die overslaan. Ik wil eerst even kijken hoe we het morgenavond tegen PSV doen. Oh, jij wilt nog even iets uit het schema halen. Ja, ik denk, nou ja. Nee, ja, weet je, nou, zo'n prachtige januari maand dat we het niet hadden kunnen voorstellen. Denk ik nu, ja, dan februari is eigenlijk ook gewoon zo'n knaller. 2 keer PSV, 1 keer voor de beker. En inderdaad Lille. Want voordat wij hier weer staan over 2 weken, dan zijn we al op bezoek geweest in Lille. Bij Lille OSC. Ik vind het spannend, want Gravenberg is geschorst. We hebben geen Onana. Aller die niet mee kan doen. Ja, ik denk de Tadić variant in de spits. En dan ja, gewoon vol erop klappen. Stekelenburg met al zijn ervaring op doel. Ik wil positief eindigen. Wat vind jij ervan, Daniel? Nou, daar ben ik helemaal met je eens. Ik denk zeker dat we niet kansloos zijn daar. Ook niet zonder die spelers. Natuurlijk is het een verlies. In die zin, want je hebt liever wel dat ze meedoen. Maar we hebben natuurlijk een hele brede en goede selectie. Dat heeft Ajax al een paar keer bewezen. Dus wat dat betreft kijk ik er echt wel positief naar. Dus ik hoop hier dan bij de volgende podcast te staan. Met in ieder geval die uitwedstrijd tegen Lille in de pocket. Ja, ja, dat zou super lekker zijn. Het zou mooi zijn. 1-1 ben ik ook al tevreden mee. Zou ik helemaal niet vervelend vinden. Toch? Jij bent snel tevreden. Nou ja, dan kun je het hier afmaken. Dat bedoel ik. Nou ja, daar winnen is natuurlijk nog mooier. AjaxLive.nl voor de laatste berichten. En natuurlijk door weer en wind. Of er nou sneeuw ligt of niet. Ja. Hij rijdt altijd. Ja, en in elk geval nemen we met hem afscheid. Piet, onze buschauffeur die normaal de bus en de supporters rijdt. Vanaf station Sloterdijk. Bussie Sloterdijk. Piet, het woord is aan jou. Dankjewel Daniel. Tot over 2 weken. Jij bedankt Amber. Hallo iedereen. Gelukkig zitten we niet met dit slechte weer in de bus. Maar we hadden natuurlijk wel heel graag weer naar een wedstrijd gegaan. Maar er was van dit weekend geen voetbal. Maar wat een week hebben achter de rug zeg. Eerst Aller die dan voor een gigabedrag is binnengehaald om in de Europa zijn kunnen te laten zien. En nu moet hij gewoon toekijken. En Brobbey die gratis vertrokken is. Onana, dopingaffaire. Nou, ik hoorde in een of ander NOS-programma dat de verwachting is dat hij wel vaker getest zou zijn en nooit wordt gevonden. Dus ja, denk ik, dit moet een misverstand zijn. Maar misschien ben ik te goed gelovig. Ja, wat betreft corona, dan wordt er vaak gesproken over een complottheorie. Nou, als ik naar deze week kijk van Ajax, dan zou je dat haast wel op kunnen laten gaan. Maar nu dan voor Ajax. We hebben wel een lichtpuntje en dat is wat de dames betreft. Die hebben zich in ieder geval gekwalificeerd voor de kwartfinale van de KNVB-beker. Dus nou, daar hebben we toch nog iets om naar uit te kijken. Er was geen voetbalgevecht vandaag met de FC Utrecht. Maar misschien heeft menigeen toch wel een sneeuwballengevecht gevierd. En dat is natuurlijk ook wel uniek voor deze tijd. Nou, tot de volgende keer maar weer.